We zijn hier vandaag voor de fotoshoot van de Prinses en de Toverspiegel. En ik ben hier aan het schieten met Jani en Jean. Ik ben net op de foto geweest en ik heb al wat foto's gezien. En ik vind het al best wel leuk te uitzien. Dus dat wordt denk ik wel mooie plaatjes. Ik sta hier vandaag zo'n beetje gekleed omdat ik vandaag fotoshoot had voor de nieuwe productie van musical De Prinses en de Toverspiegel. Nou, het gaat dus over een prinses en die heeft een toverspiegel waar ze eigenlijk mee in de toekomst kan kijken. En haar verjaardag komt eraan en ze wil eigenlijk wel weten hoe dat verloopt. Ze houdt er graag van zekerheid, daarom kijkt ze vaak in de toekomst. Maar die spiegel die gaat stuk en ze weet niet wat ze moet doen. En daar komt een heel avontuur uit, ze ontmoet allemaal mensen en ja, zo gaat het verder. Ik ga de gekke tovenaar spelen. Ja, ik kan daar ook voor de rest nog niet te veel over verklappen. Maar het belooft wel spannend te worden. En grappig. En visueel toch ook wel mooi zo. Ja. Ik vind mijn jurk heel mooi, ook de pruik. Ik heb super lang haar. Dat kun je misschien wel een beetje zien. En de foto's zien er heel mooi uit. Want ja, hij liet ze net inderdaad even zien. En gewoon prachtig, alsof het al helemaal bewerkt is en goede kwaliteit. En ik was echt van, wauw, super mooi. Dus ik ben heel blij hiermee. Nee ja, tof hè. Dat is, als je deze aandoet, dan zet je hè, met de make-up erbij, de pruik goed, de ringen. Voelde wel direct de rol opkomen. Dat je voelt van, oké, dit moeten we een goede plekje geven. Wij gaan spelen in Antwerpen, in de Stadsgouwburg, in de Capitole, in Gent, in Hasselt en in Oostende. Dus een beetje over heel België.